schoenen. Dus wat je nodig hebt is een stoel voor jezelf. Het is extra leuk als iemand meedoet. Dat is heel goed. Wat je nodig hebt is jezelf en een stoel voor iedereen die meedoet. Stap 1. Je beweegt met je hoofd alsof je een slang bent die voor het eerst in een nieuwe ruimte is. Stap 2. Je volgt met je armen lijnen die door de ruimte heen lopen. Stap 3. Nu zitten allemaal je billen op de stoel, maar nu mogen andere lichaamsdelen ook ons te beurten op de stoel. Belangrijk hierbij is dat je kunt spelen met dynamiek, dus snel, langzaam. Dat je 3D kunt werken, dus om je heen. En dat je de lege ruimtes op zoekt, bijvoorbeeld onder een stoel juist, of tussen ergens. En probeer jezelf een beetje te verrassen met nieuwe bewegingen. Stap 4. Dat is het spelelement. En dat betekent dat we ermee gaan spelen. Dus als ik roep 1, doen we stap 1, namelijk de slag. Roep ik stap 2, doen we de lijn. En roep ik stap 3, dan is het zitten van verschillende ledematen op stoel. Ik mag het roepen. De handen mag het doen. Hou het voor je. Bij het vervolg als je verder wil. We gaan nu bezig met samenspel. Dus zet je stoelen neer zoals je het zelf leuk vindt, dat je een beetje ruimte hebt. En nu mag je zelf bepalen welke onderdelen je doet. Dus misschien is het 1, dan 3, dan 2. En ook hoe lang je dat doet. Dan mag je zelf afwisselen. En je mag ook, ben niet meer gebonden aan je eigen stoel. Dus je mag ook naar de andere stoel toe. Dus echt een soort van samenspel. En op deze manier kun je werken naar een duet. Succes!